Vrijdagavond werd een gewapende overval gepleegd op het Shell tankstation aan de Essenstraat in Vught. Een nog onbekende dader kwam de shop binnen en bedreigde de aanwezige medewerker. Vervolgens is hij al met een onbekend geldbedrag te voet vandoor gegaan in de richting van de Michiel de Ruiterweg. De politie heeft via Burgernet het signalement van de dader verspreid en gevraagd uit te kijken naar deze man. Ze adviseert om zelf geen actie te ondernemen en direct 112 te bellen. Het zou gaan om een man tussen de 16 en 20 jaar oud die ongeveer 1,70 meter lang is. Tijdens de overval droeg hij een zwart vest met een capuchon en een lichte pet. Bij de overval raakte niemand gewond.